Ik ben hier in Polder Breedbaart bij te Mutten, op de Dallingweerse dijk, aan de fout van de Dallingweerse dijk. En hier hebben ze in 1979 de delta de dijk op hoogte gebracht. En aanvankelijk zal de Dallingweerse dijk op hoogte gebracht worden, op de delta hoogte. Dat is 1,30 meter. Maar ze waren toen bezig met een groot dollarplan. Ze hebben hier bij Punt van Rijden een sluis van 30 miljoen gulden aangelegd. Ze hebben hier, ben hier bezig geweest met de voorbereiding van een binnenknol en een boetenknol. Door de milieulobby is dat allemaal mishotjes. En hebben ze de Dallingweerse dijk hebben ze eigenlijk verploord, die hebben ze nooit verhoogd. Maar die hebben ze door aan de andere kanen van Polder Breedbaart. Door dat gedouw is Polder Breedbaart ontstaan. En door hebben ze dus de deltadijk aangelegd. En om de dieken te verstevigen, wordt of asfalt wordt gebruikt of basaltblokken wordt gebruikt. Maar hier, bij de Dallingweerse dijk, hebben ze Noorse rolsteen. En dat is door een landijs gevormde steunen, dus door eeuwen afgeronde steunen. En daar hebben ze met boot hebben ze de aanvoer in die tijd. En nou, daar hebben ze die Dallingweerse dijk hebben ze door met verstevigd. En dat is eigenlijk de enige plek waar het met de Noorse rolsteen verstevigd is. En het is hier in Polder Breedbaart natuurlijk geweldig mooi. En er zitten veel vogels en nou, er lopen limousinekuiten. En het is de mooie weer, wie we wilden maar nog meer.